Emiel, een 2-1 overwinning in Den Bosch. Ja, hoe kijk je aan tegen het begin van de wedstrijd? Want was dat lastig voor jullie, toch? Ja, ik denk dat het baltempo wel iets te laag. En ja, volgens mij creëren we één keer dat Sammy schoot over het doel. Maar voor de rest creëren we niet echt veel. Pak je Nicolai dat hij dribbelt naar binnen en hij schiet. Maar ja, toen kregen we ook een slechte doelpunt, vind ik. Was. Ja, die doelpunt van hun was iets makkelijk. Ja, wat ging daar mis? Ja, ik heb er niet teruggekeken, dus ik weet niet precies wat gebeurde. Maar ja, volgens mij raakte het, veel van onze spelers raakten de bal. En uiteindelijk kwam het naar de tegenstander. En dan, ja, het was gewoon een slechte doelpunt. Ja, Den Bosch zetten jullie fel onder druk volgens mij in de beginfase, toch? Hadden jullie daar moeite mee? Hun willen hoog druk zetten, maar dat hadden we ook verwacht. Ik denk dat als wij een hogere baltempo hadden, dat we dan iets beter konden doen. Maar ook met die lange ballen, die tweede ballen waren ook vaak voor hun. Ik denk dat als ik en onze middenvelders en Nicolai moeten daar iets meer anticiperen en samen iets meer helpen, omdat hij wint ook veel duels, vond ik. En we moeten gewoon die andere ballen pakken en vanuit daar voetballen, maar dat deden we ook niet. Dus, Na ongeveer 25 minuten kantelde de wedstrijd een beetje en jullie scoorden een mooi doelpunt. Ja, was iets wat we hebben getraind, dus ik denk dat de trainer is blij met dat. En ik ben ook blij met dat, dat is iets wat ik meer moet doen in mijn spel, meer diep gaan. En Justin gaf een goede bal en was een mooi doelpunt. Ja, dacht je gelijk je wip hem over de keeper heen? Ik hoorde Thomas, hij schreeuwt, je hebt tijd, dus ik neem hem aan en ik zie de keeper, kom naar buiten, dus ik loop hem gewoon overheen. Ja, vanaf dan hebben jullie eigenlijk de bal en controleren jullie de wedstrijd? Ja, ik vond, wij controleren de wedstrijd, maar ik vond dat de baltempo waren ook iets te laag vandaag. Als wij een hogere baltempo hebben, dan kom ik en Nicolai meer aan de bal en dan komen we meer 1 tegen 1 en dan kan de back overeen komen. Dus dat is wel een verbeteringspunt, denk ik. En, maar we hebben wel gewonnen, dus dat is wel de belangrijkste. Ja, wat hebben jullie in de tweede helft anders gedaan, waardoor jullie nog meer controle kregen? Ja, tweede ballen winnen. De wedstrijd controleren op het middenveld en vanaf daar voetballen. Dat deden we iets beter, maar ik vond dat het was nog niet goed genoeg. Ik denk dat wij veel beter kan. Dus dat moeten wij volgende week beter doen. Ja, op een gegeven moment maakt Abed Nankisi, maakt de 2-1. En weer Abed, mooi voor die jongen toch? Ja, heel mooi. Hij is een rustige jongen, maar hij heeft veel snelheid en hebben ook een actie. Dus het is belangrijk als team dat we hebben ook spelers die infield, die ook een verschil kan maken. We hebben iedereen nodig en dat zie je weer vandaag, dat hij is heel belangrijk voor ons. Ja, jullie staan hier bovenaan op de ranglijst. Is dat een bevestiging dat jullie op de goede weg zijn? Ja, we moeten aan onszelf kijken. Ik denk dat wij hebben een goed team. En wij moeten gewoon doorgaan en niet naar die andere ploegen kijken. Ik vind dat wij elke wedstrijd moeten winnen. En zo moeten wij denken. En dan komt het vanzelf goed. Top, dankjewel. Dankjewel.